Suriname is er klaar voor om te beginnen aan een tijdperk van netwerken en zaken doen met de wereld. Dit zei president Chan Santokki tijdens de openingsceremonie van de Suriname Dag op de Dubai Expo 2020. In zijn toespraak riep het staatshoofd de internationale zakenwereld op om te investeren in ons land. De president en zijn delegatie zijn op 25 november afgereisd naar Dubai, waar Suriname ook een bijdrage levert aan de Wereld Expo. De focus is vooral gericht op het aantrekken van investeerders. President Santokki streeft hierbij naar het bevorderen van een corruptievrije public-private samenwerking. With this sincere resolve, combined with our immense export potential, I believe that this is the best time to invest in Suriname. We welcome potential investors and business partners at this stage. With the significant oil and gas prospects of Suriname and the potential to repeat the exploration success of the world's leading oil producers, we are a great asset for the world. Het staatshoofd haalde verder aan dat er vele voordelen zijn te halen uit de olie- en gasindustrie en de landbouw- en toerismesector. Volgens hem moet er alles aan gedaan worden om de potentie van Suriname wereldkundig te maken. Alleen zo zullen investeerders geïnteresseerd raken in zaken doen met ons land, aldus president Santokki. Suriname's economy is largely dependent on the mining of mineral resources, mainly oil, gas and gold. Agriculture and ecotourism sectors are also important sources of income. The policy of my country with the new journey is to create a knowledge-based and globally connected society to support a favorable, adaptable and pragmatic business environment to facilitate the development of commercial business. Through this unique global platform, we wish to promote Suriname as an attractive and profitable international business and supply chain hub. De handelsbeurs, oftewel de Dubai Expo 2020, duurt tot en met maart 2022.